Een p-waarde van kleiner dan 0,05 lijkt soms wel het nieuwe geloof in de geneeskunde. Maar waar staat het nou ook alweer voor en hoe zit dat? Nou, om dat uit te leggen moeten we eerst terug naar het begrip hypothese. Als je twee groepen met elkaar wilt gaan vergelijken, dan zijn er twee opties. De groepen verschillen van elkaar of de groepen verschillen niet van elkaar. Dat de groepen niet van elkaar verschillen, dat wordt de nulhypothese genoemd. En dat is belangrijk om te onthouden, want dat is altijd bij alle toetsen hetzelfde. Als je vervolgens gaat toetsen, wil je natuurlijk zekerheid hebben. Helaas, de geneeskunde is net als het echte leven. Er is geen zekerheid en er is afgesproken, eigenlijk internationaal aanvaard, dat 95% zekerheid de afkapwaarde is waarmee we zaken doen. En daar komt die p-waarde van 0,05 weer om de hoek kijken. Als je nou toetst en de p-waarde is kleiner dan 0,05, dan wordt de nulhypothese verworpen. Dat wil zeggen dat automatisch de andere hypothese aangenomen wordt en dat was dat de groepen verschillen. Hé, we hebben wat gevonden. Of toch niet? Er zijn namelijk een paar dingen waar je rekening mee moet houden. In de eerste plaats kan het altijd nog toeval zijn, want er was geen zekerheid in de geneeskunde, weet je nog? In de tweede plaats hangt het er vanaf wat je vindt. Stel je hebt een bloeddrukpil die de bloeddruk met 4 mm kwik verlaagt. Tienduizenden mensen gemeten en het is niet significant. Maar dan is nog de vraag, wat betekent het voor de patiënt? Heeft hij minder myocardinfarcten, minder beroertes? Dat moet je nog uitzoeken daarna. Dus je moet altijd na blijven denken, significant is nog niet relevant. In de derde plaats is er nog de afkapwaarde van 0,05. Als 0,05 significant is, wat zegt dan 0,051? Dat het waardeloos is? Misschien die ene outlier die je eruit had moeten laten of 10 meer mensen moeten meten. Nou, dat brengt ons bij een conclusie. Namelijk, de p-waarde van 0,05 is een afgesproken grens, maar hij is niet in beton gegoten. Significant is niet altijd relevant, dus blijf altijd nadenken bij alle toetsen en alle uitslagen wat je er zelf van vindt.